zijn bij de Project Lifeboard van In Werk en Kracht. En ik wil graag de nieuwe kits aan jullie laten zien. Dat is heel erg cool. De nieuwe Value Kits. De kleintjes en met vierkante hoekjes natuurlijk. Deze is super duper. Is helemaal curly en allemaal meisjeskleuren. De, hoe heet deze? Front Porch. Allemaal een beetje met huis en met hout en met zachte tintjes. Dus een beetje mintgroen en een beetje geel en een beetje roze. Dus die is heel erg leuk. En dan de laatste is Wordless Wonder. En hier staan geen woorden op. Dus als je graag in het Nederlands zou willen scrappen, dan kan je dat prima met deze doen. Want er staat helemaal niks op. Maar wel hele leuke plaatjes, kleurtjes en journaling spots. Dan hebben ze naast Value Kits natuurlijk ook nog een gewone kit. En dat is de Click Editie. En de Click Editie heeft een heel mooi album. Ik denk dat die lastig op video te zien is. Maar met veel met zwart-wit en zwart-wit en warme tinten. Dus roze. Gaat lekker, hè? Geel en rood. En blauw. Dus dit is echt een hele neutrale kit. Maar wel met wat bloemetjes hier en daar en wat woordjes. Dus dit is weer echt wel, vind ik, echt een hele mooie kit. En er horen natuurlijk ook embellishments bij. Dat zijn chipboard stickers en een die-cut set. Nou, de laatste kit, deze die was al even uit. De laatste kit is natuurlijk de Project 52. En dit is de Project 52, dat is de Daring Editie. De Daring Editie is ontworpen door Shanna Klingman. Die staat hier in de boot. Die heb ik geen hoi gezegd, maar ze staat wel hier. Ze hebben ook de andere kits ontworpen die echt wel mijn favorieten zijn. De Explore Editie bijvoorbeeld is ook van haar. Dus hij is heel erg tof, met heel veel houttinten, een mooie groen en warme, hier word ik echt wel heel gelukkig van. Alles is met hout, dus de weekkaartjes, zien we die hier? Ja, hier staan ze. De weekkaartjes zijn allemaal met hout en dan een witte strip onderin, waardoor je dan de datum er nog bij kan zetten. Gewoon een beetje journaling, een mooi houten album en natuurlijk nog chipboard. En embellishment. Dat was Project Life op de Creative Vision.